Terecht staat Wim de Ruiter. Hij wordt ervan verdacht de heer Sigurd van der Zijl van het leven te hebben beroofd. We troffen Sigurd van der Zijl in zijn woning aan in een plas bloed. Het slachtoffer is om het leven gekomen door een aantal flinke klappen op zijn schedel. Een duidelijke zaak, lijkt mij. Ik heb het niet gedaan. U moet mij geloven. Mijn man is geen moordenaar. De officier doet aanname na aanname. Het slachtoffer had de hele tijd ruzie met zijn buurman. Ja, maar ik ben die avond niet bij hem geweest. Dat zweer ik. Het leek erop dat Sigurd van der Zijl alle grenzen overschreden had. 3 jaar geleden heeft Sigurd mij... Ik had die Sigurd wel graag iets aan willen doen. Ik was woest. Het bleef maar door mijn hoofd spoken. Misschien heeft ze dat hele verhaal al verzonnen. Een vader die wraak neemt voor zijn dochter. Daar hebt u uw motief. Wim en Gwenna hadden een knuppel, maar die is verdwenen. Ik heb zijn ware gezicht gezien. Jullie zijn echt fucking gestoord. Allemaal. Laat u niet misleiden. Er is geen bewijs. Het is nu aan u om te beslissen. Wordt de verdachte veroordeeld voor moord of spreekt u hem vrij?